Nou, Bert en ik zijn bij EA geweest. Hebben een trailer gezien. Hands-on de game mogen spelen, Medal of Honor. Nou, Bertwin, wat zijn jouw ervaringen met deze game? Nou, ik vond het wel echt tof. We hebben het dus samen gespeeld. Want het draait allemaal in Medal of Honor om buddies. En het gaat om Special Forces. En in de Special Forces, ook in het echt, hebben ze altijd samen een buddy. Binnen een groot leger heeft iedereen een eigen teamgenoot. En je leeft met die teamgenoot, je vecht met die teamgenoot en je weet wat die teamgenoot doet. Je voelt hem instinctief aan en dat willen ze ook benadrukken in het spel. Ik zie jou bijvoorbeeld continu, als wij samen in een team zitten, zie ik jou continu bewegen. Ik weet wat jij doet. Ik krijg punten voor wat jij doet en we horen elkaar aan te vullen als één persoon. Ja, want dat was me ook opgevallen. Bertwin en ik zaten samen in een squad van twee. En dan loop je in een heel groot team. Ik geloof dat er een man of tien in de game zat. En aan mijn zijde en de tegenpartij een man of tien. En wij speelden, nou ja, ongeveer, misschien acht. Maar we speelden al 2-2. En je kon dus je ally kon je goed zien, want die was had al groene omlijning. Dus je wist precies wie ally is en wie vijand. Je kunt er ook bij spawnen. En dus als je er... je kan kiezen om terug te trekken en te zeggen van ja, je trekt terug, ik trek ook terug en we spannen op de basis samen. Of je kan ook zeggen van ik span bij jou, blijf even rustig zitten, et cetera. Ik vond het heel erg mooi. Dat was inderdaad tof gedaan, want wat je ook kon doen was als jij bijvoorbeeld gekild werd en ik zou dan degene killen die jou had doodgeschoten, dan spande je ook weer instant. Ik heb dat niet gezien, het schijnt erin te zitten, maar jij speelde gewoon slecht. maar goed, in New Medal of Honor draait alles in je eigen hand vertegenwoordigen. En dat is een ander heel mooi ding. Wij zijn van Nederland, dus wij vertegenwoordigen als we het spelen vertegenwoordigen wij in Nederland. En alle kills komen dus in de leaderboard onder ons land te staan. En iedereen kan dus zien welk land de beste moordenaar heeft en het beste tekeer gaat. Nou, dat vind ik dus ook een tof idee van Medal of Honor, omdat je gewoon je eigen land kunt vertegenwoordigen. Want het is dus nu zo van, stel je wil Nederland vertegenwoordigen, dan krijg je ook gewoon een Nederlands outfit. En dat is... Nederland niet. Die outfits zijn voor een x-aantal landen. Alleen de grote landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Amerika, drie cells. Maar Nederland zit daar niet bij. Nederland is wel een land dat je kan kiezen als vlag. Dus daar valt deels eronder. Oh, dat vind ik eigenlijk wel jammer dat je dan niet Nederlands pak kunt dragen. Dat zou ik wel cool gevonden hebben. Ze kunnen niet alles gaan programmeren. Ze hebben al heel veel landen eruit gekozen. Als jij aan de slag gaat, kun je uit zes klasses kiezen. Dus dat is best veel. Iedere klas heeft zijn eigen wapens. Maar nog mooier, iedere klas heeft ook zijn eigen drie unieke skills. En even kijken, ik heb het hier opgeschreven, want ik wist het zelf ook niet meer. Ik koos altijd pointman. Dan ben je de pointmans rennen als eerste het gevecht in. Die zijn scouts, die hebben een assault rifle. Schieten zo snel mogelijk erin af. Dan heb je natuurlijk de normale assault, die volgt daarachter. Dat zijn de heavy hitters. Die schieten echt iedereen die de pointmans overlaten, schieten zij dood. Dan heb je nog de spec ops. Dat zijn de echte specialisten op het battlefield. Die hebben gadgets, trucs en die kunnen zelfs ook airstrikes inroepen. Als een van hun special abilities. De sniper is natuurlijk onmisbaar. Die zitten achterin de battlefield en die sniper iedereen neer die gevaarlijk is. Nou, dat vond ik dus ook leuk om te zien. De snipers. Over het algemeen denk je van, nou die zijn alleen op afstand. Zij is ontzettend goed. Maar ze hebben deze snipers, die hebben ze een klein machinegeweertje gegeven. En die is echt ontzettend effectief op close range. Dat vond ik best wel stoer gedaan. Ja, oké. Je kan dus eigenlijk elke klas spelen zoals je wilt. Maar natuurlijk zitten er wel limitaties aan. Ik bedoel, een pointman is natuurlijk wel sneller en deadlier dan een sniper. Want ik speelde met pointmans en die hebben dan als perk, special ability, hadden ze 20% damage boost. Dus als zij schieten, dan doen ze gewoon 20% meer schade met die ene ammo clip. Want er is maar één ammo clip die ik kan gebruiken. Ja, en dat is dus één van die drie special abilities die je hebt. Want de eerste ability begin je standaard mee. En dat was bij Pointman dus dat je een extra magazijn hebt die 20% damage doet. Als die op is, dan heb je hem niet meer. Klaar, dan is hij weg. En de tweede en derde special ability die unlock je door een x-aantal kills in je potje te halen. Dus een soort van, sommigen hebben dus een mortar strike. Anderen hebben een UAV-vliegtuigje dat iedereen op de radar weergeeft. Of de demolition vond ik super vet. Die hebben een schild op ze voordoen en dan zijn ze gewoon bijna invincible. Dat is echt, dan zijn ze insane. Ja, die gasten waren zo ontzettend badass. Dan had je echt zo'n armor en dan kon je dat bijvoorbeeld, ik geloof met de toets C, kon je er zo'n helm voor je doen. En dan was je helemaal kogelvrij. Enige nadeel was van je loopt ontzettend langzaam op dat moment. Nou, ik vond het tof. Het laatste wat ik nu kan vertellen wat we gezien hebben, dat er nog een paar game types zijn. De eerste game type is gewoon de standaard classic team deathmatch. Dan heb je
nog een soort van Capture the Flag / Territory systeem. Waarin je 5 territories hebt, die moet je zo snel mogelijk overnemen. Heb je ze alle 5, dan heb je gewonnen. En de laatste game type die we gezien hebben, dat was Capture the Flag, echt Capture the Flag. Maar dat was dan in een elimination setting. Dus ben je dood, ben je ook gewoon echt dood. Dus je kan zeggen, ik ga die vlag pakken, maar je kan ook zeggen, ik schiet iedereen eerst dood en dan is de vlag standaard van ons. Dus dat is wel heel erg interessant en ook dat speelt weer in op de landen natuurlijk. Want dan is bijvoorbeeld Duitsland is het aanvallende land en Zweden is het verdedigende land. Dat kan en dan heb je dus Duitsland moet de vlag pakken van Zweden in dat geval en dat dan weer andersom, et cetera. En, Medal of Honor, die had inderdaad, heeft geprobeerd om de game echt zo realistisch mogelijk te maken. Flashbangs, als je ze gooit, je bent echt een tijdje verblind. Wat denk jij van dat realisme in de game? Ik vond het echt tof. Ze hebben ook daar specialisten voor ingehuurd. Die ex-Navy SEALs, et cetera. Die echt verteld hebben dus hoe ze die moves moeten maken. Welke moves ze bekend zijn, et cetera. En ik vind het een toffe game. Ik ga er zeker naar uitkijken. En ik zou zeggen, hou het in de gaten. Jazeker. Hartstikke toffe game. Hey, dankjewel. En tot de volgende keer. Zie jullie later.